We zijn het riviertje de Giezen opgevaren. En langs de molens van Kinderdijk. Nu varen we de Alblassenwaard weer uit. Door de damsluis in Giessendam. Voor ons watersporters de enige weg in en uit de Waard. Een klein sluisje met een verval van zo'n 1,5 meter. Dat nog altijd met de hand wordt bediend. We gaan vandaag over de Merwede. Dwars door Gorkum. De geboortestad van de op één na beroemdste Nederlander van heel Korea. In Nederland is hij vrijwel vergeten. Maar in Korea wordt hij geëerd. De lieflijke Lingel. Het riviertje kronkelt door de vruchtbare landerijen van de Betuwe. Met zijn fruitbomen en karakteristieke dorpjes met bijzondere namen. Als Akkoi, Rumt en Beest. Het eindpunt is Geldermalsen, waar de Lingel voor ons onbevaarbaar wordt. Maar voordat we verder varen, eerst nog even kort over ons. Dit is de Canicula, een Saint-Tropez cabin cruiser van 9 meter lang, 80 centimeter diep en zo'n 2 meter hoog. Heel geschikt voor vaartochten met lage vaste bruggen. Nou, daar zijn we dan, hè? Ja. Wij zijn Pieter en Marieke en we varen het liefst zoveel en zo ver we kunnen komen. Nederland is zo mooi vanaf het water. We willen dat graag aan iedereen laten zien. Vaar vandaag met ons mee over de mooie rivieren van Midden-Nederland. Behalve de sluis in Giessendam komen we ook in Gorkum een sluis tegen. De Lingensluis van 4,5 meter breed. De laagste vaste brug is 2,80 meter. Het is maar een klein stukje varen naar Gorkum. Over de Merwede, de rivier die de voortzetting is van de drukke Waal. Met veel scheepvaart van en naar Rotterdam en Antwerpen. Langs de noordelijke rivierdijk veel scheepswerven en machinefabrieken. Aan de andere kant, achter deze boerderij, ziet het er heel anders uit. Daar ligt Nationaal Park de Biesbos, het grootste zoetwatergetijdenmoeras van Europa. Met zijn kreken, killen, eilandjes en eindeloze moerasbossen. Waar de zeearend vliegt en je de bevers door het water kunt zien zwemmen. Eind 19e eeuw werd de Biesbos in tweeën gesplitst door de aanleg van de Nieuwe Merwede. Een kanaal dat het rivierwater beter moest afvoeren. Even verder ligt Gorkum. Van veraf te herkennen aan de indrukwekkende grote toren. Dwars door het vestingstadje stroomt de Linge. De toegang wordt bewaakt door de smalle Lingensluis. Erachter ligt de Lingehaven, midden in de monumentale binnenstad. Gorkum is een interessante stad, waar we al een paar keer hebben aangelegd. Een stadswandeling voert je langs alle bezienswaardigheden, waaronder de bruggen die de Linge overspannen. De Peterbrug, de Visbrug en de Korenbrug. Bij die laatste komen we Hendrik Hamel tegen. Een man waarvan we nog nooit hadden gehoord, totdat we per ongeluk een stadswandeling kopen, met zijn naam erop. Dit is hem dan, Hendrik Hamel. Hamel spoelt aan op een onbekend Koreaans eilandje en wordt daar gevangen gehouden. Na 13 jaar lukt het Hendrik Hamel eindelijk om naar Japan te vluchten. Eenmaal terug maakt hij Korea bekend in het Westen. De Koreanen zijn hem en Gorkum daar nog steeds dankbaar voor. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the night. Voorbij de jachthaven van WSV De Gors met zijn mooie ligplaatsen langs het water begint voor ons het echte Lingengevoel. De rivier stroomt schilderachtig door de fruitvallei. Je komt een paar voetveren tegen onderweg. De laagste vaste brug is 4,90 meter. Voorbij Geldermalsen kunnen alleen schepen van max 8 meter nog een stukje verder. Om geen highlights te missen langs het water, nemen we de route 's avonds nog even goed door.
Dus, we gaan de ring op. En het eerste leuke volgens mij wat we tegenkomen is een kasteeltje of zo bij Heukelum. Ja, ergens tussen Heukelum en Asperen. Acquoy. Acquoy, daar is een scheve toren. Ja. En dan hier ergens staat zo'n molen. Ja, een hele grote witte dacht ik, hè? Ja. Vestingstadje Heukelum aan de zuidoever van de Linge is al heel oud. Het werd keer op keer geteisterd door branden en overstromingen. Je kunt voor het stadje aanleggen, maar ook bij het recreatieterrein aan de andere kant en dan met een veerpont oversteken. Leerdam is van veraf te herkennen aan de monumentale stadsmuur. Achter die muur valt de mooie koepel op. Hier stond ooit het kasteel van Leerdam. Dat werd verwoest tijdens de oorlog met Spanje. Op die grond werd later het hofje van mevrouw van Aarden gebouwd. Als tehuis voor ongehuwde dames. Als ze tenminste protestant waren. De jachthaven ligt mooi in de voormalige vestinggracht. En langs het terrein van het eerste gemaal de Oude Horn. Ook de naam van de jachthaven. In de verte zien we door het groen een torentje piepen. Even hopen we dat het kasteel Heukelum is, met zijn robuuste middeleeuwse toren. Maar helaas, die hebben we alweer gemist. Het is de kerktoren van Asperen. Ook hier nog even te zien, achter dit restant van de voormalige korenmolen De Haas. Deze aanlegplaatsen liggen voor de vestingmuur van het middeleeuwse stadje Asperen, met zijn indrukwekkende dijk met twee sluizen. Ze zijn onderdeel van de diefdijklinie, die de lager gelegen gebieden moest beschermen tegen wateroverlast. Of juist onder water moest zetten bij een vijandelijke aanval. De vaartocht over de Linge tussen Arkel en Geldermalsen is 33 kilometer lang. Voorbij Asperen zijn we zo'n beetje op de helft, met nog schilderachtige dorpjes te gaan als Gellicum, Rumt en Beest. Maar eerst passeren we Acquoy met zijn scheve toren. Die toren staat net iets minder uit het lood dan zijn Italiaanse soortgenoot. Opmerkelijk is dat onder de kerk een mevrouw Pisa begraven ligt. Op verschillende plekken zijn de oevers van de Linge verdeeld in recreatiepercelen. Allemaal Lingelandjes met partytenten, schuurtjes, picknicktafels en natuurlijk een boot aan de steiger. De Sint-Pieterskerk in Beest heeft ook zo'n opvallende toren. Hij werd gebruikt als vluchtplaats, als de rivier buiten haar oevers trad. Er zijn al heel wat molens tegengekomen op onze vaartocht. Poldermolens, wipmolens, watermolens. Maar deze blijft toch een van de allermooiste. Een majestueus monument in het landschap. Korenmolen De Vlinder tussen Enspijk en Deil.
Geldermalsen is het eindpunt van onze tocht. Hier vandaan kun je alleen met kleinere schepen verder varen. Over de Korne naar Koningsstad Buren. Om nog even terug te komen op de molen tussen Enspijk en Deil. Wat is jullie favoriete molen? Laat het weten in de comments. Dan varen we daar misschien ook een keertje langs. Bedankt voor het kijken.